Goedemiddag. Ik wilde in mijn presentatie vandaag graag iets doen met bier. Maar toen ik hoorde dat we een Nederlandse gast in hadden, heb ik besloten om niet met bier te werken. Ik ben voor Heineken gegaan. Dus gefeliciteerd. U bent vanaf vandaag de social media manager van Heineken. En ik heb meteen een eerste opdracht voor u. Ik ga u zo meteen 3 beelden laten zien. En daarna ga ik jullie vragen welke van de 3 beelden jullie gaan kiezen om te posten op Instagram. Dit is het eerste beeld. Het Heineken flesje. Het tweede beeld. En dan het derde beeld. Dit zijn de 3 beelden naast elkaar. Nu ga ik jullie vragen wie kiest voor beeld A. Stik je hand in de lucht. 1 iemand. Beeld B. Oh. Beeld B. Een paar mensen. En dan beeld C. Ja, dat is de overgrote meerderheid kiest voor beeld C. Gelukkig, want anders om mijn presentatie omzeep. Maar waarom kiezen jullie voor beeld C? Dat is omdat beeld C eigenlijk is het enige beeld dat user-generated is. Het is het enige beeld dat echt is. Het is niet in scène gezet, het is iemand die dat echt op zijn Instagram geplaatst heeft. En het is het enige beeld dat echt authentiek is. Dus authenticiteit is de sleutel en dat ga ik jullie proberen bij te brengen in mijn presentatie. Er is een Amerikaans onderzoek gebeurd naar het belang van authenticiteit bij keuzegedrag van consumenten. En liefst 80% van de babyboomers heeft aangegeven dat authenticiteit voor hen een doorslaggevend argument is als ze kiezen voor een bepaald merk. Bij Generation X was het al 85% en bij de millennials maar liefst 95%. Dus die authenticiteit gaat in de komende jaren ook alleen maar belangrijker worden. Dus ik hoor jullie snode marketeers al denken, als authenticiteit zo belangrijk is, dan gaan wij gewoon doen alsof dat we authentiek zijn. Maar dat is ook niet zo'n goed idee. Dan ga ik proberen aan te tonen aan de hand van een klein experiment. Ik ga jullie 3 foto's laten zien en dan ga ik jullie vragen of jullie denken dat de foto geproduceerd is door het brand zelf of door een user. De eerste foto is deze. Wie denkt er dat deze foto brand-generated is? Ja, zo goed als iedereen. Wie denkt er dat deze foto brand-generated is? Zo goed als... Ja, een paar mensen denken dat het brand-generated is, maar de meeste denken dat het user-generated is. Het is al 2 keer juist. En dan komt nu nog de moeilijkste, vind ik. Wie denkt dat deze foto brand-generated is? Ja, een paar mensen, ongeveer de helft. Wie denkt dat het user-generated is? Ja, het is echt 50-50 van hier te zien. Maar dus, mijn punt was dat 70% van de mensen er eigenlijk in slaagt om brand-generated content van user-generated content te onderscheiden. Dus doen alsof dat je authentiek bent is niet zo'n goed idee. En al helemaal niet als je dan ook nog weet dat 30% van de millennials aangeeft een brand te ontvolgen wanneer ze zien dat er valse authenticiteit of fautenticiteit wordt gepost. Dus hoe communiceer je nu authentiek? Er zijn eigenlijk 3 vuistregels. De eerste is vertrek altijd vanuit je why. Zorg dat je bezoekers of je fans zien waarom dat je doet wat je doet. Durf kwetsbaar te zijn. Social media communicatie hoeft niet altijd de goed nieuws show te zijn. En vertel je verhaal vooral zeer helder. Dankjewel.